De Stichting Onderwijs van de Evangelische Broedergemeente Suriname, EBGS, heeft vandaag een paneldiscussie gehouden. Het thema was onderwijs en maatschappelijke verwachtingen. De reden voor het organiseren van deze paneldiscussie is onder meer dat er in de wereld, en dus ook in Suriname, veel normvervaging wordt geconstateerd. Deze vervaging van waarden en normen is te merken in onze samenleving op verschillende gebieden en niveaus. De Stichting Onderwijs EBGS heeft dan ook aan het begin van het schooljaar op al haar VOJ-scholen het vak levensbeschouwelijke vorming, inclusief waardenspel, geïntroduceerd. Het is ook vanuit deze achtergrond dat zij vandaag deze paneldiscussie heeft georganiseerd. Zij wil namelijk dat dit vraagstuk met een breder publiek wordt besproken. De panelleden waren Steven Alfaisi, Sergio Akimboto, Lillian Wiebers en Joyce Williams. Zij zijn elk vanuit hun eigen invalshoek en expertise ingegaan op het thema. Akimboto ging onder meer in op de invloed van normvervaging op de werkvloer. Zo hebben werknemers volgens hem te weinig vertrouwen in elkaar om iets te bereiken. Het is een persoonlijke ervaring. Het is een persoonlijke ervaring dat ik met u deel. Gebrek aan discipline. Een van de dingen waar ik persoonlijk moeite mee heb, is niet op tijd verschijnen aan het werk. Verschrikkelijk. Het is een discussie. Ik heb managers gescoord daarvoor. U moet op tijd beginnen. U moet het werken met een overeenkomst van 8 tot 4. U moet voor 8 op uw werk zijn. Als u langer moet blijven, is uw keus. En als u daardoor de volgende ochtend niet kan komen, dan moet u ook gevraagd worden waarom. Als wij een afspraak hebben, waarom houden jullie niet aan die afspraak? En dan ga je echt goed zo praten. Dan ga ik lopen. Als wij met onze kinderen bezig zijn en we willen dat ze morgen, de jeugd van morgen, ze moeten overnemen. Zij moeten de kleine verschillen gaan uitmaken. Zij moeten ervoor gaan zorgen straks dat we een beter Suriname hebben, een betere wereld. Dan moeten we in ze investeren. We kunnen blijven staan langs de kantlijn. Mevrouw Wiebers heeft het gehad over de risicofactoren op verschillende niveaus. En als je er niet bij betrokken bent, dan heb je totaal geen idee wat er gebeurt. Aldus Joyce Williams en daarvoor Sergio Akimboto tijdens de paneldiscussie georganiseerd door de Stichting Onderwijs der EBGS. Na de inleidingen van de panelleden was het publiek in de gelegenheid om in discussie te treden met het panel. De discussie morgen is gehouden in de bovenzaal van het Cultureel Centrum Suriname, CCS.